Ze reden toch, de bussen in regio Eindhoven. De aangekondigde staking van de buschauffeurs ging niet door, omdat het afgelopen weekend tot een akkoord is gekomen. Het zou niet de eerste staking zijn geweest. De chauffeurs legden dit jaar het werk al 4 keer eerder neer. Nu gaat het voornamelijk om de werkdruk. Als je ziet de routes die ze moeten rijden en de pauzetijden die soms op 17, 15 minuten zitten, waar inderdaad men voedsel moet nuttigen, eventueel nog wat moet drinken en nog een keer naar de wc moet gaan, dat is niet menselijk, dat kan niet meer. Dat moet terugkomen, er moet meer tijd komen en lagere werkdruk. Naast afspraken over een lagere werkdruk hebben de vakbonden met de busbedrijven nu ook afspraken kunnen maken over meer loon. Zo komt er een loonsverhoging van gemiddeld 3% per jaar tot 7,5% in totaal. En ook krijgen de chauffeurs er eenmalig €650 bij. De nieuwe cao-afspraken gelden tot en met 31 juli 2020. De vakbondsleden moeten nog instemmen.